Hey mensen, Mark hier voor Artlines, die met vandaag weer een nieuwe video. En ik ben best wel blij voor deze video om twee heel goede redenen. Allereerst, het is niet vanwege Arsenal. Arsenal heeft net 3-1 verloren, dat is ongelukkig. Maar liever tegen dit United, goed team, dan tegen Huddersfield of zo. Nee, ik ben hier redelijk goed bij, dus om twee redenen. Allereerst, de afgelopen twee video's echt insane support. Allebei meer dan 20k weergave, allebei ruim 1k likes. Op Twitter zeiden mensen dat de afgelopen twee video's veel beter waren dan de x-aantal ervoor. Ik kan je niet vertellen waarom. Ik heb niet het gevoel dat ik iets heel anders heb gedaan. Maar ik waardeer het ons echt ontzettend. Als deze video ook een duik mogen kunnen krijgen, zou dat echt enorm fijn zijn. Als deze video de 1000 likes kan halen, zou tof zijn. Maar ik weet niet of deze video goed in de subs gaat komen. De afgelopen twee deden dat. En dan zie ik, weet je, hoe goed dat kan gaan. Maar het kan ook volledig omgekeerd effect hebben. Dan krijg je dat Raoul's video bijvoorbeeld. Die kwam totaal niet in de subbox eerst. Dus dat is ongelukkig, maar dat is hoe het is. We gaan het team testen met onder andere Guendouzi. Met Eder Militao heet hij, geloof ik. Ik weet niet, die Braziliaanse centerback van Porto, die zieke kaart. Ik had een paar comments gezien van jullie die zeiden, wissel Fabinho en Militao om, dan kan je Alonso linksback zetten. Dat is qua stats toch zeker wel wat beter. En ik wilde gewoon een paar dingen testen in het begin zeker, want heel veel mensen hebben het op Twitter en Reddit ook, en YouTube ook eigenlijk, over die nieuwe soort crossing meta. En dat is een proberen waard, laten we zo zeggen. Ik heb niet echt veel lange spelers in mijn basisopstelling. En je best kan redelijk kop. Hier krijg je een penalty voor. Ik loop gewoon letterlijk mee. Ik druk geen knop of wat dan ook in. Ik krijg een penalty tegen. Alleen deze guy denkt dat hij Slotta is, maar dat is hij niet. Dus ja, dan scoort hij ook niet. Die crossing match, ik dacht, oké, ik heb Ibra, weet je, ik kan dat een beetje testen. Je ziet ook een aardig aantal headers scoren. Sommige heel lelijk. Ja, sommige, ja, het is hoe het is, weet je. Je probeert er maar gewoon te maken. En wat ik ook voor deze keer heb geprobeerd, je zal het misschien zien aan het scoren wordt. Dus ik probeer eens een keer niet alles thuis te spelen. Kijken wat voor effect ze hebben op delay, gameplay en zo. Want weet je, devs hebben gezegd van de game van thuis voor uitspelen maakt geen verschil. Het gaat gewoon om de 4 of 5 waar, weet je, hoe goed de verbinding is. Thuisvoordeel bestaat niet, zeggen ze. Dus ik wilde kijken van, weet je wat, merk ik het voor mezelf. Normaal gesproken speel ik natuurlijk altijd alles thuis en dat doen we best wel goed. Maar ik wist niet hoe dat zou gaan, dus ik dacht, nou laten we het nu eens een keer een kans geven. En je ziet hier ook, ja, beetje raar kop in ieder geval. We creëren veel kansen, we scoren veel. Alleen het ding is, en ik moet heel eerlijk zeggen, heel kritisch naar mezelf toe, Ik speelde niet goed in deze set van 10. Daar kunnen we heel eerlijk in zijn. Gameplay was ook niet optimaal, weet je. En dan heb ik het over dingen als spelers die belachelijk zware touches hebben. Spelers zoals Pogba, Rui Costa, Lacazette. Weet je, die echt wel goede dribbling stats hebben, goede ball control. En dan een pass over 5 meter niet aan kunnen nemen. Waardoor ik dan denk, waar gaat dit over, jongens? Maar weet je wat, ik probeer daar gewoon niet op te letten. Want natuurlijk zijn er dingen mis met de gameplay. Alleen, ik probeer gewoon gasten te gebruiken die ik leuk vind om te gebruiken. Om hopelijk een beetje dat gevoel weg te drukken. Van, weet je, de game is vervelend en heeft veel minpunten. Maar we proberen gewoon te focussen op de leuke dingen van de game. En we doen ons best. Weet je, er waren comments. Ik probeer ze zoveel mogelijk bij te houden. Echt waar. Die zeiden van, waarom gebruik je zulke matige spelers? Of ik vind het jammer dat je Arsenal spelers voortrekt. Is absoluut niet mijn intentie. Maar in mijn ogen is het logisch dat ik had coins, ik had bepaalde spelers al, weet je, ik had Lacazette al, ik had Fubens Torreira al. Ja, weet je, dat zijn twee goede spelers, die ga ik gebruiken. Maar op het moment dat ik een betere LW vind, of een betere spits, die ik echt als een goede optie beschouw, dan ga ik die halen. Het is niet zo dat ik denk, oh, ik moet alle Arsenal spelers hebben, want ik ga bijvoorbeeld niet proberen een Koscielny te halen, of Mustafi, want, you know, het zijn maar Arsenal spelers, maar in FUT zijn ze niet goed. En niet iedereen hoeft goed te zijn, weet je, het gaat gewoon om dat je gebruikt wat je leuk vindt, en daarmee hopelijk goede resultaten kunt boeken. Alleen, die gasten lijken me gewoon niet leuk om te gebruiken. Nou, ik besloot ook even een SBC te doen, want deze was er vanwege het event dat gaande is, waar eigenlijk niemand naar kijkt, behalve wanneer er rewards zijn. Dat klinkt wat lullig om te zeggen, maar dat lijkt wel de waarheid te zijn natuurlijk. We krijgen echt geen ene raid, ook geen borden, geen niks. We kregen een 80 rated dude. Dus we gaan gewoon door. En we moesten tegen een Galate drijven, en dit kom ik vaak tegen, weet je. Natuurlijk herken ik ze ten eerste, omdat ze altijd low in stad hebben staan. Fatih Terim is altijd een coach, dus je weet altijd hoe laat het is. Maar we speelden wel aardig, zou je kunnen zeggen, maar wat ik dus zei, is wat betreft die voorzetten waar ik het over had. Trouwens, je zal vragen van, zijn dat specifieke dingen of zo? Het is niet heel bijzonder eigenlijk. Het is de voorzet die je doet met L1 en een kruisje of met LB en X op de Xbox. Meestal doe je dat dan kennelijk 3 of 4 power. En zoals je het ziet in de clips eigenlijk, die bal komt eigenlijk altijd wel op het hoofd van je teamgenoot terecht. Het zijn vrij easy goals. En het zijn in ieder geval vrij easy kansen, laten we het zo zeggen. Nou, ik verdedigde een beetje lomp in de eerste paar games. Ik liep gewoon een beetje te kloten, omdat ja, de meeste tegenstanders waar ik tegenkwam waren niet echt heel goed. Dus ik had het gevoel dat ik een beetje dingetjes kon oefenen. Truc hier en daar, allemaal dat soort dingen. En soms werkte dat, soms niet. Weet je kan niet altijd goed spelen. Maar we deden het goed in deze game. We kwamen dus 2-1 achter. Dat is een beetje ongelukkig. Manolas was bij hem mee naar voren gekomen, gaf de assist op Immobile. Maar daarna, pushen we gewoon door. We spelen zoals we kunnen spelen. En dan zie je gewoon dat we vrij makkelijk scoren. Maak je hier de 5-2. En op dit moment houdt hij ermee op. Wat natuurlijk ook volledig logisch is. Hij was prima. Deze game was prima.
Alleen, we waren niet op eenzelfde niveau. Deze guy gaat voor een heel origineel team. Dat kan ik zeker waarderen. Weet je, ik zie dat soort dingen niet vaak. En ik zeg niet dat ik dat team specifiek zou proberen. Want het bevat niet spelers die ik per se wil gebruiken. Alleen, ik waardeer originaliteit bij deze guy. Nou, deze goal vond ik echt heel mooi. Ten eerste vanwege hoe ik het uitspeel. Er was geen timed finishing bij betrokken. Het werkte gewoon. En dat is ook hoopgevend voor die patch die volgende week komt. Want op PC komt die altijd eerder natuurlijk. Dat heeft ook te maken met het feit dat Sony en Xbox... Of Sony en Microsoft dan is het geloof ik... die dingen eerst moeten goedkeuren en zo. Weet je, dat duurt daarom wat langer. Maar het gerucht gaat dat finesse shots en dergelijke in ieder geval dat stuk lastiger zijn. Weet je, dat de gele en rode getimeden veel minder effectief zijn. Dat die veel meer alle kanten op vliegen. En dat vind ik helemaal niet erg. Dat vind ik echt helemaal niet erg. Omdat ik redelijk vertrouwen heb in hoe ik kan scoren. Weet je, finesse shots, timed finesse shots specifiek, zijn echt niet alles. Dus ik denk dat ik nog wel degelijk leuk kan spelen. Het zou vooral fijn zijn als ze ook wat aan AI defending hadden gedaan. Want dat is niet vermeld in de patch. En dat is eigenlijk wel nodig. Want ja, dat is gewoon echt een van de grootste problemen naar mijn mening. Mensen komen er te makkelijk mee weg. En het helpt mij af en toe natuurlijk ook. Maar ik heb liever dat het niet bestaat. Dan, weet je, ja, je snapt wat ik bedoel in ieder geval. Ik kan me niet heel goed vermoorden. In ieder geval, we gaan gewoon door. We komen hier op 1-1. Dus een vrij goede tegenstander op zich. Weet je, vooral zijn clubnaam kon ik erg waarderen. Of zijn teamnaam. Kroenke Oud. Als je niet weet wie dat is. Dat is de eigenaar van Arsenal. Ook eigenaar van de LA Rams in de NFL. En het komt er basically neer dat hij geeft Arsenal geen geld voor transfers. Hij is basically een van de meest gierige eigenaren in de geschiedenis van voetbal. Maar voor de LA Rams heeft hij wel 1,6 miljard over voor een nieuw stadion. Dus als je ooit afvraagt waarom koopt Arsenal geen nieuwe spelers, of zelden in vergelijking met andere teams, of kopen ze niet wat ze nodig hebben, dan weet je nu de reden. Het is een beetje ongelukkig, maar het is hoe het is. Hij wil die rol stoppen en dan maak je, ja, wat voor goal is dit nou helemaal, jongens? Het wordt toch 3-3, though. Ik weet niet waar ik... Oh ja, ik maak de 3-3. Ik weet het echt allemaal niet meer, jongens. Je ziet hier, ja, dit. Ik weet dat dit heel kut goals zijn om tegen te krijgen. En ik weet dat echt iedereen dat soort goals kan scoren met Ibra. Want Ibra is belachelijk goed. Zeker met hoe die voorzetten werken. Maar hierna gaan we ook gewoon door. We pushen door. We maken hier nog 5-3 met best. Oh, wederom niet moeders mooiste goal. Maar ja, weet je, ik... Het is niet mijn intentie om lelijke goals te maken. Ik probeer gewoon voetbal te spelen en hier zo. Hij speelde hier niet meer trouwens hoor. Ik scoorde die goal gewoon omdat het kon. Maar ik creëerde ziek veel kansen. Je ziet 25 schoten, 20 op doel. Wat ik fijn vind. Want kijk, ik zie vaak, kijk, ze kijken tweeten me wel eens met dat soort stats. En dan denk ik, ja oké, leuk. Maar ik weet niet waar je schoten vandaan komen. Terwijl ik weet bij mezelf van, oké, als ik 25 schoten heb en 20 op doel. Dan weet ik dat ik zo'n goede angles genomen heb. En als ik dan verlies, dan is het kut. Maar ja, weet je, dan is het hoe het is. Hier geven we een geweldige steekbal. Zo'n R1 driehoekje paas. Leggen we hem breed. Ja, staan we 2-0 voor. Easy. Hij gaat weg. Top. Staan we op onze zesde overwinning al, geloof ik. Is inderdaad nummer 6. Hierna werd het leuk. Dit was zo'n goede speler. En ik heb na de wedstrijd nog goed gesprek met al 4 PlayStation berichten. Want hij is een kleine spoiler. Hij wint. Maar hij was echt goed. Zeg maar, het was niet zo'n potje dat ik verlies of ik zeg, oh weet je wel, ik ben kut genaaid door de game, dit en zo. Hij was echt heel erg goed. En ik laat wel degelijk vlagen zien dat ik echt wel kan spelen. Maar dit was gewoon een guy die gewoon echt goed was. Hij gaf aan na de wedstrijd dat hij altijd minimaal Elite 3 haalt. Soms Elite 2. Dan dacht ik van, oh, you know, ik geloof je gelijk. Ik vroeg hem ook gewoon, heb je tips voor mij nog en zo, zo en zo. Hij zei, respect dat je niet rage quitte. Ik dacht van, ja weet je, ik moet gewoon gaan. Weet je. Ik merk gewoon dat dit een game was waar hij was gewoon goed. Ik kon alleen maar beter worden hopelijk. Weet je, leren van dingen, dat soort zaken. En uiteindelijk pakt het wel gewoon goed uit. Ik kom hier wel ruim achter. Like, hier ook weer Pogba. 6 spelers maakten zulke goede runs. En ook Pogba op een gegeven moment, van ik dacht, hij houdt hem wel achter, maar dat deed hij niet. Weet je, 4-2-3-1, hij was CD, maar hij kwam toch mee op. Ik heb allemaal dingen van, je moet het maar net doen. Hij komt hier 4-0 voor. Ja, dat is dan lucky. En dan pakken we gelijk daarna. Probeer er gewoon door te pakken. Je weet, na de aftrap heb je altijd een kans. Je hoeft niet goed te zijn om na de aftrap een kans te hebben. Scoorde je ook gelijk de 4-1, want hij beweegt niet mee met zijn keeper. Daarna je zo, ik wil wel pauze drukken, want ik denk, ik moet nu subs gaan maken als ik nog iets wil doen. En ik scoor hier de 4-2. En dan denk ik, oké, misschien terug in de wedstrijd. Weet je, niet winnen. Ik verwacht niet dat ik daar een kans had, maar you know, ik probeer er gewoon voor te gaan. Hij scoort hier. Ik zeg het je, Alisson is echt alsof hij voor elke wedstrijd een potje lijm snuift. Want wat die guy doet tijdens een wedstrijd, het is niet helemaal juist. Er zijn geen politiek correcte woorden voor. Hij komt hier nog door, gaat hier nog 6-3 maken. En dat is hier het eindresultaat. Dat is een beetje kut, maar dat is hoe het is. En daarna moeten we natuurlijk gewoon doorgaan. Gaan 6-1 kom ik tegen dit team. Was geen al te beste speler. Echt niet bijzonder goed. Maar uiteindelijk wint hij wel. Ja, echt, ik geen woorden voor. Ik probeer dit ook gewoon... Ik wil het wel laten zien wat ik doe, wat ik speel. Alleen het is gewoon... Ik heb geen goede woorden over voor als ik daarover zou moeten praten. Dus dat doe ik dan ook niet. Ook deze guy. Ja, echt. Ik had geen woorden voor hoe dit ging. Dus we droppen maar gewoon die laatste game erin. Zodat je hier nog in ieder geval iets kunnen zien.
Heel raar team dit, joh. Heel raar team, rare chemistry, rare spelers die hij gebruikt. Hij wisselde die Brewster natuurlijk gelijk eruit voor Messi, was het geloof ik. Waarvan ik denk, zorg dan gewoon dat je je team aanpast en met Messi kan starten. Dat is beter dan met Sturridge. In ieder geval, ja, we hadden gewoon kansen, we waren gewoon goed. Ik had geen woorden voor die drie games hiervoor. Maar dat is gewoon wat ik ook fout doe, weet je wel. Ik ben ook maar een mens en ik was gewoon een slechte verliezer. En natuurlijk zat de gameplay gewoon tegen op dat moment, dat is ook zo. Maar bijvoorbeeld die eerste game verloor ik gewoon vol terecht. Hier gaat het echter nog net aan goed, waardoor ik zoiets had van, als ik 6-4 ga, wil ik het gewoon niet laten zien, want dat is gewoon shit. Voor mijn mening, dat is gewoon shit. Maar hier zo komen we 3-0 voor. We gaan 3-0 voorkomen natuurlijk. Guendouzi, ik laat de penalty naar, maar lijkt op David Luiz, dus dat is altijd geinig. Anyway, dat is het einde van de video. Sorry dat ik niet al te goed ben, maar ik zie jullie morgen hopelijk weer bij een nieuwe video. Joejoe!